Universiteit van Nederland. Legt uit. Zijn cryptomunten onzin of toch niet? Nou, voor een groot deel denk ik van wel. Maar toch wordt er veel in gehandeld en dat is omdat het anoniem is. Dus bij een gewone bank, een bankrekening is gekoppeld aan jou als persoon en aan jouw naam. En dan weet de bank en indirect daarmee ook de overheid hoeveel geld je hebt, waar je het vandaan haalt en waar je het ook aan uitgeeft. Ik ben Yvette en ik heb 20.000 euro. Ik heet Nedesti en ik heb 10.000 euro. Mijn naam is Bodil en ik heb 15.000 euro. Maar handel jij in crypto, dan kun je met een anonieme rekening ervoor zorgen dat niemand weet hoeveel geld je hebt, waar je het aan uitgeeft en waar het vandaan komt. Nu zou je kunnen denken dat cryptovaluta dus beter zijn dan gewoon geld, maar dat is niet zo. Want het is eigenlijk een antwoord op een probleem dat niet echt bestaat. Kijk, op dit bankbiljet zie je precies wie er over ons geld gaat. Dat is de Europese Centrale Bank. En die kan geld bijdrukken, die kan de rente verhogen of juist verlagen. En daardoor blijft de waarde van de munt, de euro, relatief stabiel. En houden mensen dus ook vertrouwen in het geld. Maar dit is eigenlijk niet meer dan een stukje stof of een stukje papier. En je kan er niks mee. Je kan het niet opeten. Maar dat vertrouwen, dat zorgt ervoor dat we ermee kunnen handelen. En dat we ermee kunnen sparen en dat we er ook iets mee kunnen kopen, zoals eten. Maar juist dat vertrouwen is volgens mensen die in crypto handelen misplaatst. Die zijn bang dat het hele geldsysteem zal instorten, dat we niet meer bij ons geld kunnen, dat we dan geen eten meer kunnen kopen, dat we al ons spaargeld kwijt zijn, dat we niet meer kunnen handelen en eigenlijk dat onze hele economie dan instort. In plaats van vertrouwen in de centrale bank, halen mensen die cryptovaluta handelen hun vertrouwen in een blockchain. Nou, een blockchain is een moeilijk woord voor eigenlijk een keten van blokjes. En elk blokje bevat informatie van de betaling die je wilt doen en de betaling die daar vooraf is gegaan. En om zo'n blokje toe te voegen aan een blockchain, moet je een heel ingewikkelde wiskundige puzzel oplossen. En die puzzel is zo moeilijk, dat kunnen wij als mensen eigenlijk niet. Daarvoor heb je een hele goede computer nodig, die ook nog eens heel veel stroom gebruikt. En elke keer als je een betaling doet, komt er een stukje, wordt er aan die blockchain toegevoegd. Dus een nieuw puzzelstukje, en dat maakt die blockchain zo veilig. Want hoe langer die blockchain wordt, hoe complexer die wordt. En stel, ik heb hele kwade bedoelingen en ik wil zo'n stukje gaan veranderen, dan moet ik die hele ketting die daarna volgt, die hele blockchain, opnieuw uitrekenen. En dat kost zoveel stroom, zoveel computers. Ja, dat kan eigenlijk bijna niet. En zo kun je dus vertrouwen in cryptovaluta door die blockchain. Net zoals je vroeger vertrouwen had in de bank door de stalen kluis, door de mooie, dikke, stevige kluis die ervoor zorgde dat jouw geld veilig was. Maar nu is de waarde van gewoon geld relatief stabiel. De Europese Centrale Bank die zorgt ervoor dat er soms de rente wat wordt verhoogd, soms ook wat verlaagd. En daardoor blijft dat geld stabiel in waarde. Maar dat is ook precies wat cryptohandelaren niet goed vinden. Dat er een centrale bank is, een overheidsorgaan, dat over de waarde van ons geld gaat. En omdat cryptovaluta geen centrale bank hebben die de prijzen stabiel houden, kan het zo zijn dat jouw cryptovaluta de ene dag nog 1000 euro waard zijn en de volgende dag nog maar 500. Of omgekeerd. En dat maakt cryptovaluta ook meteen zo interessant voor sommige mensen. Want ze denken, je kan er heel snel heel rijk mee worden. En dat kan ook wel, maar je kan er ook heel snel heel veel aan verliezen. Want het is puur speculeren, het is gokken wat zo'n cryptovaluta gaat doen. En verder is het ook heel onhandig, want je kan er niks mee. Je kan er je boodschappen niet mee betalen, je kan je huur er niet mee betalen. Terwijl dit met euro's wel kan. En ook de angst dat ons hele systeem op instorten staat, dat alle banken failliet gaan, ook die angst is eigenlijk niet realistisch. Er zijn regels dat een bank, hoeveel voorraden een bank moet hebben, waardoor een bank ook niet zomaar failliet gaat. Als een bank dan toch failliet gaat, dan zijn er ook weer regels en systemen om te zorgen dat dat geordend gebeurt en zonder chaos. En door het Europees depositogarantiesysteem, een soort verzekering, zorgen ze er ook nog voor dat jij tot 100.000 euro van jouw spaargeld terugkrijgt. Dus het is helemaal geen reden om nu naar een bank te rennen om al je geld op te halen. En al die systemen, al die bescherming die er is voor een consument, voor een klant, ja, die hebben crypto's juist niet. Die vangnetten zijn er niet. Een besmeerde boterham valt meestal met die besmeerde kant naar beneden. Ik ben Mienke Berghuis en in de volgende aflevering vertel ik je hoe dat komt.